Dan kom je deze nieuwe video. En ja, mama gaat natuurlijk twee dingen proeven. De eerste die ze gaat proeven, gaat ze even laten zien op het zakje. Dat mensen het misschien... Dat is het. Daar hebben jullie allemaal gisteren op gekozen. En dat was het eerste. 45% gehaald. En het tweede wat ze gaat eten, ga je zo zien. Het is wel een beetje gesmot, maar schat, het is meer. Dat zal het zeker lekker zijn. Ja. Ik vind deze keer het eten wel lekker. Dat is al een... Hoeveel punten op 10? Wat? Of 7? 7 is niet slecht. Mijn mond ervan zetten is gesmot. Ja, dat moet niet maken. En chocolade is mijn knor op natuurlijk. En nu gaat ze de volgende eten. Ja, en dan kan ze even laten zien wat dat is. Dat was die. En deze, die was tweede, die had 46%. Dat is karamel. En dat is een eetbeestje. Ik ruik wel naar karameltjes. En deze gaat ze even opeten. Daar ruik je trouwens, hè, mensen. Oh, daar ruik je. Ja, naar karamel. Ook iets ruiken, mensen. Je gaat dat iets moeilijker zijn boord te krijgen. Dat plakt dan in de karamel, zeggen ze altijd. Hè. Zo, is gelukt. Hoeveel punt op 10 heeft je dat? Jawel, maar 6. En waarom? Omdat het had leuker geweest als er karamel creme in zat. Nu zijn het karamelstukjes. Dat is een klein beetje moeilijk om te bijten. Het is gelukt, hè, daar niet van. En zou je dit ook aanraden voor kinderen onder de 3? Nee, dat zeker niet. Dit misschien wel. De Oreos. Ja. Dat is wel belangrijk, want kinderen kopen dat ook. Ja, en de Pasas brengt dat misschien ook, dat weten we niet. Ik denk dat het beter is voor de kinderen. De Oreos. En zou je dus van dit dus geen tweede meer eten? Jawel, tuurlijk. Absoluut, dat wel, maar... En waren er ook nog andere thema's? Nee, er wel niet, maar twee volgens mij. Dat ik goed gekeken heb, toch. En waar heb je dat gekocht? In de Carrefour, trouwens. Wat was de prijs? 179 voor eentje. En die was er twee, maar het is erbij was, maar... Ja, ik zie wel dat het niet over 30 uur, hè. Nee, dus het is eentje voor 79 cent, zei je. 1,79 euro. 1,79 cent, zou wel goedkoop zijn. 1,79 euro, ja. Maar ik dacht, het is eentje gratis, dus ik kan er eentje bij pakken om te proeven. Ja, ik dacht aan onze vlog, hè. Ja, ja, voilà. Frans. En het papiertje ziet er rood uit, dan moet je dat niet te zien hebben. Blauw. Zoals je wel ziet, is het wel blauw. Ik kan het niet zo zuiver maken, maar het ziet wel blauw. Dus. Dat past bij jou. Eigenlijk wel, mijn rood ook, dus. Dus, maar nee, echt, maar dit is iets lekker. Ruimer waar. Dus. Ik hou van karamel, maar meer van karamel. Creme, tot zo zijn. We gaan nog tijd om ze op te eten. Van ja, ja, maar. Tot de 31.07, dus. Video is 19, dus ik denk dat ik kan altijd met mijn zoon een pleziertje mee doen, misschien met Pasen. Wie weet. Ja. Maar, zou wel zijn. Om normaal zijn ze wel zo opeten. Zo slecht is het ook niet meer. Ja, je ziet ook op de verpakking dat er wel stukjes zitten. Het lag hier ook natuurlijk, maar het is niet chocoladestukje. Het is iets gemakkelijker om door te krijgen. En natuurlijk nu is de vraag aan jullie. Welke zouden jullie natuurlijk zeer graag eens willen proberen? Deze of die andere? Natuurlijk, want... En mama, zoals ze zegt altijd tegen één, ik lust geen Oreo's, maar nu is ze toch niet. Ja, maar die koekjes kan ik niet bijten van Oreo. Dat is het probleem. Ik heb wat ooit geprobeerd, maar dat ging dus niet. Maar zo'n koekje, dat zie je ook, dat is echt wel hard, hè? Heel, ja, dat zijn ronde koekjes. Dat staat er trouwens op als gebeeld, dit dus. Ah, ja. Maar als je niet veel tandjes hebt, graag je daar onmogelijk door. Dus. En op zuigen, dat ging me ook al niet echt, dus ik dacht zoiets, ja, wat maar zo. Maar dit is wel goed. Dat is ook zachter dan in Oreo koekjes. Dus, veel beter. Dan als jullie weer kijken, duimpje omhoog. En als je abonneert en op het buiten drukt, krijg je nog meldingen van andere video's. En nog een goede dag.